In Groesbeek is een herdenkingspaneel onthuld ter nagedachtenis aan Karl Leisner. De Duitse priester overleed in augustus 1945 in concentratiekamp Dachau. En had zich in de jaren voor de oorlog ingezet voor een katholiek zomerkamp in de buurt van Groesbeek. In Duitsland werd dat namelijk steeds moeilijker gemaakt en uiteindelijk werd het zelfs verboden. Leisner verzette zich tegen het nazi-regime, waardoor hij in 1939 werd opgepakt. Hij werd naar een concentratiekamp gebracht waar een Franse bisschop hem tot priester wijdde. Afgelopen weekend werd het paneel onthuld op de hoek van de Knapheideweg, de plek waar Leisner zijn katholieke zomerkamp organiseerde. Wat moet er gebeuren met het voormalig terrein van basisschool De Ruiter in Weurt? Die vraag houdt omwonenden en de gemeente Beuningen al een tijd bezig. De buurtbewoners zouden graag zien dat het grote grasveld wordt omgebouwd tot een park. En daarvoor is zelfs al een naam bedacht, het Ruiterpark. Dat is alleen niet wat de gemeente in gedachten heeft. Die is van plan er huizen neer te zetten. Om de buurtbewoners tegemoet te komen wordt er nu een tijdelijk park aangelegd tot de woningbouw kan beginnen. De gemeente bekijkt tegelijk nog welke opties er mogelijk zijn om beide partijen tevreden te houden. De gemeente Nijmegen heeft zichzelf een make-over gegeven. Het logo en de huisstijl van de gemeente hebben, zoals de gemeente het zelf noemt, een hedendaags jasje gekregen. Het vorige logo van de gemeente ging al bijna 20 jaar mee. Burgemeester Bruls onthulde woensdagmiddag de nieuwe huisstijl van de gemeente. In het nieuwe logo is de bekende tweekoppige adelaar weer te zien, maar wel in een modernere versie. Het duurt nog wel 2 jaar voordat de nieuwe look van de gemeente overal te zien is.